allemaal en welkom bij de laatste aflevering van Heel Altena Bakt 2018. We hebben maar liefst 4 afleveringen toegewerkt naar dit moment, de finale. En vandaag is het dan eindelijk zover, de spannende ontknoping. En nog leuker is, vandaag hebben we geen 1 opdracht, maar maar liefst 2 opdrachten. We beginnen zo meteen met een technische opdracht. Ik heb zojuist van de jury deze 3 papiertjes ontvangen met de opdracht erop. En daarna gaan we nog een andere opdracht doen. De technische opdracht voor vandaag. Jullie gaan hartige bladerdeeghapjes maken. Nou, ik voel me intens gelukkig, want ik ben daar gek op. Ik zou zeggen, ga maar naar jullie keuken toe. Ik deel de papiertjes uit. En dan rest mij nog 1 ding te zeggen. Bakkers klaar. Bakken maar. Bakkers, nog 1 klein dingetje trouwens. Ik moet jullie telefoons innemen. En ik dacht, dat is wel leuk, want we zijn nog wel op school. Dus ik stop ze allemaal lekker hierin. In dit, hoe heet dit? Telefoonrekkie. Want jullie mogen absoluut niet op internet zoeken naar wat jullie... Hoe jullie deze prachtige bladerdeeghapjes voor mij kunnen gaan fabriceren. Dus hop hop. Naar... Ik heb hem thuis laten liggen. Je hebt hem thuis laten liggen? Dat zijn de echte helden. Why the fuck you lying? Why you always lying? Voor deze technische opdracht hebben onze bakkers maar liefst 3 kwartier de tijd om die hapjes te maken. Ik heb er zin in. Er rest mij nog 1 ding te zeggen. Bakkers klaar. Bakken maar. Zeggen over jullie creatie? Nou, ik wil eigenlijk jou wat vragen over. Ja, die zitten niet in de aflevering. Zo, wat zijn jullie aan het maken? Kaasvlinders. Kaasvlinders. Oh, die van jullie zien er wel beter uit dan die van Pip en Noah. Jullie hebben nog maar liefst een half uur de tijd. Dus werk lekker door, ik heb honger. Hoi Pip! Hoi Pip. Oh ja, ja. Hé, hey, wat ben je aan het maken? Ja, vintage. Lekker. Ja, de professionaliteit. Moet je kijken naar de professionaliteit waarmee dit gaat. Ja, ga maar eens. Jij hebt te maken met vlinders. Vertel me eens even, hoe gaat dat? Jij wil echt niet in de aflevering, hè? Jij wil echt niet in de aflevering, hè? Mensen die een eetplan hebben, kom ik net binnen. Een grote familie. Kaas, lekker kaas. Gek op kaas. Ik wil kaas. Kaas? Lekker kaas eten. En dit, wat zijn dit? Die kan je er ook alleen even missen. Ja. Dit is echt heel goed. Oh nee, valt mee. Dit is echt heel lekker en heel goed voor mijn sixpack. Bakkers, jullie hebben nog een kwartiertje, maar ik heb goed nieuws, ik kom jullie drinken brengen. Want het wordt een lange dag vandaag. Hallo, wat willen jullie drinken? Iets vloeibaars, kom. Wat al die keukenervaring wel niet heeft gedaan, hè, al die jaren. Oh ja. Ik kan ook met 2 flessen tegelijk. Maar ja, dat is niet relevant voor vandaag. Noah, wat heb je even prachtigs gefabriceerd? Ja, ik heb er zin in, ja. Oh ja, dat is wel een goed moment om dit even te zeggen. Bakkers, jullie hebben nog 5 minuten. Dus even kijken of er al meer uit de oven is. Maar dit ziet er goed uit, hoor. Ja, vooral die glassex erbij, hè. De schoonmaakmiddel erbij, echt lekker. Nee, ja, dat je echt denkt van ja, zo gaat het ook en smaken. Noah. Bakkers, het is tijd. Maar we hebben even rondgekeken en wij kwamen al snel tot de conclusie dat eigenlijk alleen hetgeen van Noah en Pip wat eruit is eetbaar is. Dus we hebben besloten dat jullie al je spullen in de oven mogen laten staan, al jullie lekkere hapjes. Houd het goed in de gaten, want ik citeer, als je het nu laat verbranden ben je echt een sukkel. We gaan gewoon verder met de volgende opdracht en dan ja, nogmaals, hou wel je hapjes dus goed in de gaten. Finale. Hebben we een technische opdracht die niet te moeilijk is. De eerste technische opdracht die helaas niet on-air is gekomen was met soesjes.
Wat is heel erg leuk, maar ook soms heel leuk, maar ook heel erg mislukt soms. Dus we hebben gekozen voor bladerdeeg. Dan zou je denken, kan er iets mis mee? Ja, er kan iets mis mee, want we hebben slechts de ingrediënten aangegeven. En we hebben gezegd dat bladerdeeg moet bladeren. En dat is ongeveer waar ze het mee moeten doen. En de overtemperatuur, overtemperatuur, 200 graden. Ze moeten kaasvinders maken. Hoe doe je dat? Hoe maak je een kaasvinder? Maak je eerst twee losse rondjes en plakjes aan elkaar? Nou ja, in dit geval het handigste is om twee plakjes tegen elkaar te plakken. Daar kaas op te doen, nieuwe laag erop, kaas erop, naar elkaar toe rollen en gewoon simpelweg snijden. Dan heb je een heleboel kaasvlinders en dan komen er vanzelf. Ze rollen het bladerdeeg naar elkaar toe, zodat je dan al dat mooie patroontje in krijgt. Ja, erg lekker. Erg lekker. Ja. Ik ben benieuwd. En de volgende opdracht is, ja, allemaal aandacht erbij, want het is heel belangrijk. Mevrouw, wat is de volgende opdracht? Ja, de volgende opdracht is een examen feesttaart. En wat we erin hadden zitten is dat het met laagjes werkt, dat het met fruit moet en dat de chocola in verwerking moet worden. En natuurlijk dat het dus een feestelijke examentaart moet worden. Dat is het idee. En slagroom moest er toch ook... Slagroom. Slagroom moest er ook in. Ja, jij bent het was echt... Ja, ik heb voor deze aflevering helemaal ingelezen en ja, zo. Ja, dus, ja, ook slagroom zeker. Ik ben gek op slagroom, chocola, fruit en alles wat er vandaag is. Precies. Dus gaat goed komen. Inderdaad. Dus jullie hebben voor deze opdracht maar liefst 2 uur de tijd. Nou ja, voor de 2e keer deze aflevering. Bak is klaar. Bakken maar. Hey. Zou je dan even die op je bord? Allemaal uit die bak spetteren. Ja, fantastisch wordt hier gewerkt, hè. Als er af en toe een druppeltje uitvliegt, dan maakt het niet uit. Als het uiteindelijk het eindresultaat maar perfect is, toch? Perfect, doe dat? Ja, perfect. Misschien moet je iets harder. Nee! Krijg je nog iets beter? Nog iets. Ietsjes. Kan je leven tussen doen, hoor. Ik heb alleen een klein. Zo, dit ziet er heel creatief uit. Dit is een roosstof, hè? Anders is het mislukt. Toch? Ja, zie je, het is een roos. Ja, dan is het gelukt, want als ik het zie. Kijk, Pip. Dit is nou bakken. Dit is nou koken. Nou, ik zou willen dat het komt. Ja, dat kan jij niet, hè? Nee, dat is weer een van jouw. Hè? Ja. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie gaan maken. Maar goed, wat is het plan van vandaag? Want ik hoorde net al iets over een voet, als ik het goed heb. Ja. Ik heb al roosjes gezien. Wat, hoe ga ik jullie taart eruit zien? Kunt u mij een beschrijving geven? Dat is wel heel creatief. Ja, dat vind ik wel creatief. Deze kastjes, hè? Luister niet eens naar mij, hè? Ik als simpele presentator word weer achtergesteld. Alleen maar samen praten. En ik? Blijf lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Lekker? Ja. Nou, wortel is dit. Dit is gewoon één vonk suiker met wortelrasp. Nee, alleen een rondje in het midden. Dus ik zou gewoon dat ding erop zetten. En het dan met een lepel ernaar. Ik observeer hier zeer, zeer professioneel overleg. Kijk ook even hoe prachtig dit gemixt is. Hier, kijk, ik maak in deze schaal zo. Kom maar dichterbij. Dit is de... De passie waarmee Pip dat kan, hè?
daar kan nog menig persoon wat van leren. Ja. Het doet me niet altijd op beeld dat ik kaas aan het eten ben. Laatste secondes lopen. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, langzamer. 2,5. 2,5, hij ging weer optellen. 1 en 0. De tijd zit erop, bakken. Breng je spektakelstuk hierheen. Inderdaad, breng je stuk maar naar die tafel. En dan kan het jureren zo. Ik ga beginnen. En ik rammel. Het zit erop. Heel Altena bakt. We hebben het bijna opgenomen. Maar in ieder geval, de bakken zitten voor onze bakkers op. Dus dat al is een klein applausje voor jullie. Hè? Ja. Daarom totaal nog niet uit. Nou, ik zag Pip net echt uit de adem alsof ze iets verschrikkelijks had. Ja, en Noah op tafel lachen. Ja, dat was echt dat was het mooiste beeld waarschijnlijk. Maar goed, eerste opdracht was een technische opdracht. Ja. Het waren bladerdeeghapjes. Ja, we hadden natuurlijk heel sumier geïnstrueerd. Er stond slechts op dat het 200 graden moest, dat het 6 kaasvlinders en 12 identiek, excusez-moi. En 12 zoute amandelhapjes. Ook identiek natuurlijk. En één wat we hadden verteld was ook nog 200 graden. En bladerdeeghapjes moeten bladeren. Dus dat zijn de dingen waar we serieus naar kijken. Ik ben ontzettend benieuwd hoe jullie ervan vinden. Kijk. Stel voor dat we met deze beginnen. Ja, weet je niet wie wat gebakken heeft. Dus we gaan even kijken. Ik hoorde. Ja. Hij klinkt gaar. Dat zal ik ook even breken voor je. Je hoort hem, hè? Ja, ik hoor hem. Goed fijn. Lekker. De laatste. Waar wij bang voor zijn, is eigenlijk dat ze niet goed gaar zijn. En dat blijkt eigenlijk ook wel. Dat zijn een beetje bleek. Ze zijn niet geheel uniform. Ik heb hier, ja, dat is waarschijnlijk voor jullie tijd, maar dat is een beetje Madonna's BH'tje van de uitvoeringen. Nou, wie het zegt. Ja. Dit was, denk ik, de technische opdracht. Ja. We gaan heel even brand. Gaan in brand. Ja. En dan kijken wij de uitslag op. We geven de uitslag voordat we hier doorgaan. Ja. Dan zie ik u zo terug. Moment. Zo. En dan misschien, als jullie het lekker vinden, zou je al wel zoveel dingen te kunnen eten. Zal ik ze even uitnemen? Nee, ja. Ga je even langs? Ja, dat is net als ik ga. Ik voel elkaar weer op staan. Ik kan dat, hè, vriendinnen. Ah, kijk, zie je. Dag al. Wij als testosterondommen. Heel asociaal, ze allebei gaan. Hier en Ik vind het prima. Nou, jullie zijn alweer terug. Ja. Dit is een van jullie snelste overleggen ooit. Ja, hallo. Was het tevoren vanavond al even goed bekeken? Papier gezet zelfs. Ja, dat is wel. Alleen nog aan het smaak. Aan het smaak. De rest wisten we al. We beginnen met plek nummer 3. Ja, laten we dan een beetje spannend opbouwen. Ja, bij plek nummer 3. Bij één groepje was het gewoon echt niet gaar. Nee, en op gaarheid is het toch wel heel belangrijk dat het gewoon echt goed eetbaar moet zijn. Ja. Dus plekje nummer 3 is geworden deze. Dan plek nummer 2. Plek nummer 2, dat was deze. En je ziet al, de kaasvlinders zijn heel goed in smaak gevallen. Maar deze en deze lagen niet zo heel veel uit elkaar. Het is natuurlijk een technische opdracht, dus we zijn hartstikke streng geweest op dat het technisch goed moest zijn.
Dus dat betekent automatisch dat de winnaars van de technische opdracht zijn Noah en Pip. Ja, goed gedaan. We hadden een vriendelijke applaus. Niks op aan te merken. Nee. Je moet maar net ook weten hoe dat je zo'n rol hebt. Ja. Maar ja, jullie hadden een goed inzicht. Ja, zeker. Dus dat was de technische opdracht. Ja. Dan schuif ik met jullie een tafeltje op, want hier staan gewoon weer drie meesterwerken klaar. Nou, de allerlaatste opdracht van Heel Altena Bak 2018. Ja. Jullie gaan zo meteen proeven. Eerste indruk, hoe ziet het eruit? Drie spektakels. Ja, en dan gaan we. We waren nog even. We waren eerst even op baan, want we bleven allemaal taartjes. En we dachten van, gaat er nog iets komen waardoor het echt inderdaad iets examenachtigs spectaculairs gaat worden. Maar in de laatste seconde, je hebt het gezien, er werd nog wat hier en daar nog wat fruit opgegooid en er wat vlammen ertussen geduwd. Ja, toen was het dus echt... Toen was het helemaal aan. Dan zie je met de vuurwerk erbij. Het is echt, ja, dan gaan we dan beginnen bij de diplomataart van Rianne en Lianne. Die moeten nog wel even wachten op de diplomataart, maar des te langer heb je dat gedaan. Ja, dat is moeilijk. Ja. Ja, heel creatief. Ja, we hebben alle afleveringen wel gezien. Dat jullie wel heel goed zijn met je creativiteit en weet je, dat reuren en dat frisseren. En dat zie je ook weer. Wat ik een leuke verrassing vond was Altena College logo te erin. Even, ik denk dat het een boek is vrij duidelijk. Neem je volgende keer iets moois mee om op te presenteren? Een mooie plateau, een mooie Precies, dat is niet een mooie taak om je zo overheen. Ja, het is zonder die van het groene bord, zodat die, anders kwam die nog mooier uit, denk ik, ook qua kleur. Er komt wel een lekkere lucht vrij. Ja, hij ruikt er wel aan drank. Hij is een beetje flotsig om te zien. Het is de finale, dus we zijn echt keistreng. Ja. Ik zie kersen, dus ik zie fruit. Ja. Ik denk dat ik dat wit het al slag kan zijn. En de taart, de cake zelf is in de chocolade. Goeiedag. Ga je al achteruit overzoeken? Ja, dat was laatst om te proeven, joh. Dit is geen kind. Hoe oud ben jij? Sorry, mama. Die is niet voor jou, hè? Ja, sorry, deze kunnen jullie niet proeven, dat is wel duidelijk. En mijn vader een rumprobleem is, maar... Ja, echt, hè? Ik vind hem persoonlijk te veel drank. Het is wel, hè? Ja. Het is jammer dat de smaak van het vlagstaan aan de kersen is. Ja. Tafel 2. Tafel 2. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ook. Ik heb op zich een tikkeltje slordige taart. Kan ook wel charme hebben, zo zie je van die bonken erop. Maar als ze dan zeg maar hier aan de achterkant van die vingers langs geveegd zijn om de overdag aan klodders weg te vegen, als er wat dingen naar beneden storten. En, ja, dan is dat toch een beetje jammer. Dus, een echte messy cake, ja. Ja, echt een messy cake. Maar dus, hij is wel heel keurig. Dus laten we maar proeven. Ja, ik zie sowieso Maltesers, frambozen en slagroom. Ja, dus het is ook op de buitenkant al te zien. Ja. Mooi kleurtje aan de binnenkant. Mooi gelijkmatig verdeeld. Sinaasappel. Lekker. Met framboos. Chocola. Ja. Ik vind de cakestructuur, hij is vast, maar ik vind hem heel lekker. Het is, ik weet niet wat je ermee hebt gedaan, maar het is lekker. Mooi taartje. Knap dat u zo niet in elkaar stort. Ah, dit wordt helemaal een spektakel. Oh, zitten we er nieuw in? Ja, spannende tv dit. Ja. Als je het over een spektakelstuk hebt, dan is dit wel een spectaculair stuk, ja. Ja. Heel leuk. Maar goed. Zeker. Hoe smaakt die, hè? Hoe smaakt die? Dus, wat ik aan het vertellen was dat ik het leuk vind dat de laagjes die verschillende kleuren, dat echt een bruin wat dan erg tegenkleur tegen de slagroom met hoe heet die ding ook weer? Granaatappelpitjes. Oh, granaatappelpitjes. Ja, het is mooi de wit, bruin met rood, zeg maar. Ja. Het steekt mooi af. Mooie chocolade, schilfjes inderdaad. Zie je wel een soort een beetje van haast, want het moet er nog wel op vandaag. Ja, het zal vast wel extra lekker zijn dat het erop zit. Maar het had iets subtieler gewoon. Nee, ik wil niet. Ja, je moet. Ik vind het altijd zo bijzonder hoe je die taart zo kan liggen. Daar is die. Ik zie drie lagen, ze gaan alleen een beetje schuiven.
Ja, hij is hier, als je kijkt, hier is hij eigenlijk nog wel mooi. Nu zie je die lagen. Chocoladetaart is lekker chocolade. Slagroom. Lekker slagroom. Ja. Ja. Is hij wel lekker slagroom? Hij is wel, op zich wel lekker met zo'n, ja, met zo'n klein roze accentje erin. Ja. Maak hem net apart en frisser. Wij gaan weer in beraad. Jullie mogen weer in beraad gaan, ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik wens jullie heel veel succes bij jullie laatste beraad alweer van dit seizoen. Ja, dankjewel. Ja, ik raad iedereen aan om even wat te proeven. Ja, dat zou ik zeker doen. Dankjewel. Ja, goed. Ja. Ik wil van allemaal nog een stukje, dat mag toch wel? Joker? Ja, dat is wel een groot genoeg. Nee, ik ben joker, ik vind niet joker. Nee. Zo meneer, mag ik u vragen? Nu valt echt wel mee hoor. Hoe is hij? Ja, ik vind het lekker. Ja, hij is ook best wel lekker. Zo, toen ik net mijn eerste hap nam, was hij zo. Ja, dan ga ik gelijk. Oké. Hij is inderdaad wat zijn een beetje fluffy. Maar dat was meer omdat ik in het publiek zat. Ja, dat klopt. Dat was meer, ik keek hem recht aan toen ik een hap nam. Prima, ik bedoel, dit wil ik wel vaker eten. Ja. Maar toch vond ik de, ik zeg de appeltaart, maar niet boven de appeltaart van vorige week. Dat is echt gewoon, ja. Ja, die was ook heel goed. U heeft een goed gevuld bordje. Is het lekker? Die? Gelukkig, dat is goed om te horen. Ja, het is ook de finale, hè? Dus hier zitten er echt ook het grootste talent. Ze moeten vaker een finale houden. Ja. Een keer of 10 per jaar. Is goed, ik zal het onthouden. Ik zal het nemen. Maar jij kan het ook even doen. Ja, dat is het mooie van deze taak. Ik mag gewoon al 4 afleveringen lang alles proeven. Ja, dat is echt genieten. En dat is te zien, mensen. Het zit erop. Het is helemaal klaar. Jullie hebben alle overlegjes gehad. We hebben allerlei dingen gebakken. En als het goed is, hebben jullie een uitslag voor ons. Ja. Maar liefst 16 kandidaten, of 16 duo's die zich hebben opgegeven aan het begin. Met de voorrondes eerst. Dan staan er hier nu nog maar 3 duo's. De beste 3, hè? De beste 3 duo's. Van het Altena. Ja, precies. En daar zit er 1 tussen die de winnaar is van heel Altena Bakt 2018. We willen nog wel even zeggen, want we gaan natuurlijk alleen maar zeggen wie de winnaar is. We hebben echt heel hard moeten overleggen. Er is ook best wel wat rekenwerk, geweld aan te pas gekomen, ja. Het was close. Het was hartstikke close. Maar we hebben een winnaar. Ja, de winnaar van 2018 zijn geworden Pip en Noah. Dit was heel Altena Bakt 2018. Ik wil de kandidaten bedanken. Ik wil de jury bedanken. Groot applaus ook voor jullie. Nou, voor nu bedankt voor het kijken. En natuurlijk hoop ik jullie allemaal terug te zien bij een volgend seizoen van heel Altena Bakt. Yeah!